Welkom bij een nieuwe aflevering van de Piepshow. En ja, er zit inderdaad wat Activision oh. Blizzard bij, Bos. Ja is, uh, ja, altijd. altijd. Altijd altijd gezellig, altijd leuk. Nou, we hebben het zeker twee weken volgehouden, om het er niet over te hebben. Nee, nee, precies. Um, maar ik wil met iets anders gaan beginnen. En okay. uh, er moet mij wat van het hart. Um, ik word namelijk. Ongelooflijk moe, en dat is echt met de dag. Uh, van um, mensen van allerlei gedaantes, en filosofieën in identiteit en whatever, die uh, mij, maar ook anderen voorschrijven wat ze moeten doen om goed te zijn. Nogmaals, dat gaat echt van extreem rechts naar extreem links, whatever, dit en dat is dus en zo. Hmm. Ik ga het op gaming houden. Uh, we hebben het natuurlijk over uh, de kwestie Hogwarts. Um, maar je hebt het over virtue signaling. Nee, ik heb het over Jouw opvatting op, ander, ander, uh, op andere mensen uh, uh, zeg als je, als je daar niet mee eens bent, dan ben je ook een racist. Um, woke niet woke, uh, wappie niet wappie, whatever. Weet je constant elkaar de maat nemen? Ja, en ik wil het toespitsen, gewoon in dit geval inderdaad, op de kwestie Hogwarts, omdat ik vind, uh, omdat dit het laat zien hoe, hoe. Hoe hypocriet het is. En ook hoe onmogelijk het is om dat te doen. Want dan moet je eigenlijk. Eigenlijk Kan je niks meer spelen, maar ik, ik heb hoor, Ik ben een weekje op vakantie geweest vorige week. ja, en ik heb eigenlijk geen games media niks meer gecheckt nee. helemaal niks gecheckt, sowieso. Dus heel goed, ik, ik, ik de game kwam uit toen ben ik weggegaan. Ja, ja. Um, ik heb nog heel eventjes nog ontweken dat er wat uh, minderheden over vertegenwoordigd waren in de game. En dat was het. Nee, nou la laat ik het zo zeggen, er is natuurlijk het voortrek was uh, JK Rowling uh, um, is niet direct met de game verbonden, maar Harry Potter is natuurlijk van JK Rowling. Daardoor dus zag, dus, zag, gaat geld verdienen. Aan ze de game, ze, toch? ze er wat geld aan. Nou, ja. En, en um, er zijn dus uh, uh, mensen die vinden dat omdat zij wat heeft gezegd over transgenders, uh, zij heeft gezegd volgens mij letterlijk mannen kunnen geen kinderen krijgen. Nee, en, en of alsof, geen kinderen baren, uh, sorry. Dat dat vrouwen ook uh, in gevaar komen als uh, uh, wat voor haar dan niet echt vrouwen zijn als die bijvoorbeeld in vrouwentoiletten kunnen komen. Nou, wat vind je daarvan? Wat ik daarvan vind. Uh, mensen moeten lekker. Ja, ik ga er niet van schrikken als er een man of een vrouw of een transgender in een toilet vindt. Als zij, ik, ik, wat ik vind, als zij dat zo vindt, mm -hmm. dan vind ik dat iemand anders niet zomaar over haar gevoel kan heen stappen. Ik vind dat je ja. dan met elkaar moet gaan discussiëren. Oké, okay, hoe gaan we dit probleem oplossen? Jij hebt een probleem met dit, ik heb een probleem met dat. Dat vind ik een wat diepere discussie. Feit is, uh, mensen riepen op tot een boycott. Nou, we kunnen met z'n allen stellen dat dat niet heeft ge ge uh, gewerkt. Want maar dat game... was al met, dat, dit is al lang, hè? dit speelt al twee, twee, drie jaar zoiets. Absoluut, maar dat, dat... deze game heeft ongelooflijk veel verkocht. En okay. um, nummer 1 Steam, uh, sterker nog, het heeft 51% meer uh, ver verkocht dan bijvoorbeeld Elden Ring. Wat al insane was. Um, en dat in een tijd waarin games steeds minder en minder verkopen. Absoluut. Dus dat is echt opvallend. En ja. wat er vervolgens gebeurde. was uh, dat uh, mensen natuurlijk ontzettend blij waren. dat ze dit aan het spelen waren. En zelfs ook nog wel respect hadden voor andere mensen. Maar ze waren het aan het spelen. Ze gingen het streamen. Nou, dan kregen ze, je had op een gegeven moment zelfs een site die bijhield. wie dit streamde. zodat je hem kon cancelen. Oh ja, het, het ging. Maar iedereen was elkaar. Van, uh, als je dat speelt, dan ben je transfoop. En ik had zoiets van. Dude, ja. er zijn ook nog tussengebieden, weet je wel. Ik bedoel. En op een gegeven moment kwam dit bericht binnen. Um, en dat bericht is uh, dat. En het is heel. Het, is, het, het heeft een raakvlak. Namelijk dat um, Saudi-Arabië heeft elf, nee, inmiddels nu 8,2% van de aandelen van Nintendo. Ik heb het nog even verder uitgezocht. Um, Saudi-Arabië zit overal. Die zit in IE, die zit in 2K. En als je dit even... is een, het is een fonds, trouwens. Het is niet zozeer Saudi-Arabië als land zelf, maar het is het fonds van onder andere de. Uh... Uh, hoe heet ze? De, de kroonprins van ja. Saudi-Arabië. MBK of zoiets. MBS, weet ik hoe die heet. Exact. exact, exact. Maar in ieder geval, ja. als je nou even door gaat redeneren zoals de mensen redeneren die op, oproepen tot een boycott. Als er heel veel Nintendo-games worden verkocht, dan gaat een deel van het geld gaat naar Saudi-Arabië. Naar waar die mensen. Homo's, uh, uh, exact, jaren waar homo's. Uh, ja, daar de bak in verdwijnen. Dan, 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 als je dan gewoon even. Heel, even pronouns. Heet, uh, als je heel heel flauw is. bent, dan zeg je wat J.K. Rowling zegt. Uh, zij zegt nog van: ik, ik, hey, transgenders, ik vind het allemaal prima. Maar ze heeft er wat, ja, ze heeft er wat, wat issues mee. In Saudi-Arabië ga je gewoon rechtstreeks onder de guillotine, weet je wel. Ik heb net even eventjes zitten opzoeken. Uh, gewoon even naar uh, uh, de hashtag Boycott Nintendo. Niks! Nul! Nou. Niks! De, en dan denk ik van: oké, okay, maar. Zijn we dan aan het cherrypicken, weet je wel? Is Nintendo dan te groot om die dan wel aan te pakken? Uh, waarom? Ik bedoel, als je consequent bent, dan moet je consequent zijn. Maar dan kan ik je, dan kan ik je nu al zeggen, dan kan geen enkele game meer. Maar Niks ik, meer. Ik, ik denk dat je... Kijk, je, je, je bent er overduidelijk boos over. Hè? Nou ja, het, het, het helpt niet met die fucking discussie van, 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 van hoe gaan we om met als mensen transgender willen zijn. Maar re realiseer je dat ja. die discussie, dat dat PR is? Dat dat marketing is? Dat, dat dat, snap dat, ik. dat er maar een heel klein groepje... Ik, ik ga je een voorbeeld Natuurlijk. geven. Ik vond het vond heel mooi. Er was, ja. uh, in Oostenrijk, zoals je misschien weet... Uh, ik, ik ben net uh, een weekje geweest snowboarden in Oostenrijk. Mm. Maar in Oostenrijk was er een soort van uh, vaccinatieverplichting. Een beetje indirect. Ja. En iedereen die, dat, uh, die die prik nam... Bijna iedereen daar heeft dat genomen. Ach, ze wonen 10 miljoen mensen mm -hmm. in uh, Saudi-Arabië. 8 miljoen mensen hebben die prik genomen. En uh, ze hebben dus bijgehouden... Uh, als je die prik kreeg, moest je een, een vraagformulier invullen. En daar was de eerste vraag van bent u man, bent u vrouw of bent u iets anders? <laughs> en omdat er dus zoveel mensen zijn die dat uh, vraagformulier hebben in, uh, ingevuld, dus uh, van de 10 miljoen inwoners hebben 8 miljoen het ingevuld. Ja. Hoeveel mensen denk jij hebben het vinkje bij anders gezet? Ja, I don't know. Het maakt me ook helemaal nee, niet nee, uit. Nee, maar gewoon eventjes. 0,0001%. Ja, maar Noem eens een exact getal. Graf weg. 12.000. 33. 33 ja. Nou ja, misschien omdat 33 ik... ja. mensen, al die genderneutrale toiletten, alles wat staat. Ja. Maar om maar aan te geven, het is zo'n extreem kleine uh, minderheid mm -hmm. die zich echt opwint over dit soort ja. issues. En um, we, we hebben volgens mij vorige aflevering van de Piepshow, toen gingen we, neigden we ook naar dit onderwerp. Mm -hmm. En uh, toen heb ik. Ik heb een beetje research zitten doen, omdat ik eigenlijk. Ik, ik ben er nog niet helemaal klaar mee. Misschien moet het ook <laughs> uh, uitgebreider gaan doen in een ja. speciaal onderwerp. Maar er zit een business achter woke. Ja. En um, uh, een aantal jaar terug uh, heeft een heel groot. Uh, um, ja, eigenlijk marketingbureau gezegd: van seks verkoopt niet meer, mm -hmm. activism verkoopt. En dat is het ja. begin geweest van de introductie van activisme in reclame. En dan kun je afvragen ja, hoe ziet activisme er dan uit? Ja. en dan moet je, je voorstellen dat het bestond, nog geen woke, dat was er allemaal niet. Mm -hmm. Maar dat is het moment waarop dat begonnen is en waarop ja. uh, merken gewoon, gewoon door hadden van shit, we moeten iets met activisme. Nou ja, wat is een, een veilige vorm van activisme? Hé, hey, weet je, uh, inclusiviteit, weet je, minderheden waar je ja. goed mee gaat. Maar is dat veilig? Nee. Wat het uiteindelijk geworden is, is een ander verhaal. Ja. Maar hoe het begonnen is, okay, lijkt okay. redelijk onschuldig. Ja. En nu kun je gewoon zien van, wacht eens eventjes, we hebben hier te maken met een, gewoon een, een gigantische marketingindustrie mm -hmm. die uh, zich bedacht heeft en van oké, okay, seks verkoopt niet meer. We moeten uh, uh, activism gaan gebruiken als verkoopargument. Ja. En vanuit dat oogpunt, het maakt niet uit of um, je game nou woke is mm -hmm. of juist de hele andere kant op gaat. Het gaat erom dat mensen er kwaad over worden of betrokken bij raak bevlogen over zijn ja. en op die manier die komt. Dus wat jij zegt van die website die bijhoudt welke streamers er allemaal wel of niet uh, die game gaan streamen. Ja, het is gewoon dat is earned media. Dat is hoe ze dat noemen. Dat als, mm -hmm. als je als je product zo tof is dat mensen er gewoon vanuit zichzelf content over gaan maken, dat heet earned media. En het effect van earned media is erg groot. Ja, en activism is de nummer één driver van earned media. Maar als dus Hogwarts een succes is, dan zou je dus zeggen dat Warner dit zelf heeft, dat active. Nou, dit, dit, dit zaadje zelf heeft geplant. Dat vind ik nou, wel. Je, je zou kunnen zeggen. Nou, ik, ik denk eigenlijk vanuit, het, vanuit de gedachte er bestaat niet zoiets als slechte uh, aandacht of negatieve aandacht. Nee, Alle aandacht is positief. Dat snap ik. Dat hebben we bij Trump gezien, weet je. Die ja. had alleen maar negatieve aandacht, ja. maar werd vervolgens president van Amerika. Mm -hmm. Hierbij kun je ook zeggen van. Is het wel zo slecht voor Warner dat iedereen elkaar in de haren vliegt? Of er paar ja, 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 ja. personages... Nee, nee. ze hebben zich er ook zelf duidelijk niet heel heftig in gemeld. Omdat ze natuurlijk ook al vrij snel zagen dat die fucking pre-orders vlogen de deur uit. En maar, ja, maar, ze hun geld aan het tellen. Maar zou je een... Ik bedoel, misschien is het tekort door de bocht. Hè? en misschien is... Het, ik bedoel, dit is uh, omdat er maar één game is, is het ontzettend anekdotisch. Ja. Maar we hebben hier een soort van uh, ophef, een soort virtual cycling ophef of een mm -hmm. soort woke ophef over een videogame. En die game verkoopt helemaal door het dak. Ja, nee, dat, dat is ook zo. Maar Als daar een de, verband is, dan is dat de reden waarom. Om de, en jij wordt er ook boos van. Dus je hebt, dus, ik, ik, ik verdedig deze game. Of, of, nee, 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 of, ik of misschien ik, ik, nee, je nee, ik, 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 haat je ik, wel. Ik, ik haat mensen. Nou, ik haat okay, niet de game. Maar hoe dan ook, je bent gepassioneerd over het onderwerp. En dat, dat wordt gekoppeld ja. aan die game. Waar je vroeger zoiets van... Wow, heb je, die, heb je die reclame gezien van, 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 mm -hmm. van die en die game? Oh, wow, lekker wijf zit erin. Zegt, nou, een grote tieten en alles. wauw. weet je. Maar nu hebben ze iets wat veel sterker werkt. Namelijk, jij bent ja, oprecht betrokken ik, of ik, juist... Ik vraag me af, er waren een aantal mensen in mijn timeline uh, die uh, uh, ook mij uh, uh, daar over Hogwarts en over waarom wij uh, wel of niet een, uh, een review deden, uh, daar opmerkingen over hadden. En nou, vanuit daar kwam ik ook bij, als ik daar bij hun keek, heb ik andere mensen uh, die hmm. daarmee bezig waren. En die ben ik gaan volgen, puur om te zien van oké, okay, toen dat bericht van Nintendo van slaan ze daarop aan. Ik bedoel, hey, als, jij, als jij consequent zegt van... Een game of een bedrijf of wat dan ook, een product waar uh, een partij achter zit die duidelijk een anti-transgender standpunt heeft. Mm -hmm. En bij Rowling is dat op een bepaalde manier, maar bij Saudi-Arabië is dat vele malen direct. Het feit dat het, het de sponsor van het WK vrouwenvoetbal is, volgens mij, Qatar of Saudi-Arabië. Ik um, bedoel, vrouwenvoetbal, daar spelen heel veel lesbische voetballers in. Die mogen dus. Het is krankzinnig, ze krankzinnig. Het zijn, is dat je mensen auto's rijdt. Dat, 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 dat FIFA dus iets heeft van. Uh, dat is die hypocrisie. de hypocrisie. Maar, maar, maar de hypocrisie is: er zit geen PR-bureau achter de campagne om Nintendo te cancelen of Saudi-Arabi te cancelen, of weet ik van wat. Dat zit er allemaal niet achter. Daarom gebeurt het. Maar niet. waar, maar ne, ja, maar deze mensen zijn wel mensen die games volgen. Ja, maar deze mensen denken niet na. Deze mm. mensen zijn gewoon reclame aan het maken. Deze mensen. Ja, maar, da, ja maar dat is het. Jij bent ook bevlogen over bepaalde opmerkingen. Zit daar ook een PR bureau e, achter? Mag je, ja, laat me je een ander voorbeeld geven. Want nou ja, ik ben hier namelijk heel erg betrokken mm. bij geweest, zonder dat ik het wist. Ja, ja. En achteraf gezien uh, schaam ik me ervoor dat ik eraan heb meegedaan. Ja. Maar uh, jaren terug. Ja. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Echt jaren geleden. Toen uh, uh, is er een serie geweest op de NPO. En die uh, serie ging over de geschiedenis van de slavernij. Mm -hmm. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar het werd gepresenteerd door een van die stand-up comedians. Surinaamse jongen. Uh, en zo gingen ze ja? eigenlijk een beetje de geschiedenis in. En ze gingen naar Suriname en de Antille. En weet ik nou goed. Anyways, over de geschiedenis van de slavernij. Dus. Mm -hmm. En om die serie aan te jagen had uh, de NPO. Die had een uh, PR-bureau ingehuurd. En die had een campagne bedacht. En die campagne draaide om een videogame: Slavernij. Mm -hmm. Slavery the game. Ja. En het idee van. Ze hadden dan een hele trailer laten maken. En uh, toen hadden ze ons gevraagd. of we zouden willen helpen. om uh, uh, die, 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 uh, die campagne te laden. Ja. En ik vond het uh, in die zin wel interessant. Uh, omdat ik zoiets had van. oké, okay, dan gaan we kijken hoe werkt de NPO. hoe doen ze dit. En wat er gebeurde. is dat wij deden een soort van nep review. over die mm -hmm. game. Slavery the Game. Um, uh, en we bespraken dat heel serieus. Dan zat de jongen naast die ook betrokken was bij het maken. van, ja. die, van die documentaire. Surinaamse jongen, en um, dus we bespraken heel serieus dat die game er was en dat je slaven moest, uh, uh, weet ik veel, exploiteren en je kon ze slaan met een zweep en mm -hmm. onder druk weet ik het. Was echt overduidelijk, gewoon gemaakt om gewoon ophef te veroorzaken ja. en vervolgens. Wat er gebeurde, ze gingen dat seeden, zoals het heette, ja. dus die, die, die trailer werd uh, op YouTube gegooid, Slavery the Game, en vervolgens gingen ze in allerlei uh, gaming websites en een soort van politiek correcte uh, uh, platformen. Mm -hmm. Gingen ze, moet je nou kijken wat ze gemaakt hebben? Moet je dit zien? Dat geloof je toch niet? Ja. En op CNN en in al die comment-secties uh, werden allemaal werd die shit geseed. ja. En toen kwam er een soort ophef. Die shit werkte als een trein. Ja. En ik zat daar naar te kijken en ik had echt zoiets van dit is eigenlijk te schaamte los woorden. Mm -hmm. En dat was het begin. Tenminste ik bedoel ze hebben dat niet in die, in die, ze hebben natuurlijk de campagne zelf bedacht. Maar de, um, uh, dat was aan het. toen niet zoveel mensen. of niet zoveel bureaus deden dat toen. Ja. nog. En nu is dat gemeen goed geworden. Nu doet iedereen dat. Mm -hmm. En het is precies die ophef: Heb je het gezien? Slavery the game. En je kan ze slaan met de zweep. Dat is te gek voor woorden. Hoe kan dit gemaakt worden? Wie moet ik cancelen? Wat moet ik doen? Ik moet iets doen. Ja. En het is niks anders dan reclame. Weet je? Ja. Er is namelijk altijd een call to action. En dat zie je hierbij ook. En ik denk dat we niet zozeer in de gaten hebben. Want jij ja, be 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 bewijst het punt. Het feit dat Saudi-Arabië uh, zo tot aan zijn nek in Nintendo zit en dat mm -hmm. er geen ophef over is, dat geeft maar aan dat juist die hele Hogwarts Legacy zit, mm -hmm. dat is gewoon, dat is gesied. Dat is door een PR-bedrijf is dat nou, gewoon het, helemaal het, 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 zou, het zou kunnen, maar seed werkt alleen als mensen erop aanslaan. Ja, maar, dat, dat is nou, maar, en, de, maar jij slaat erop aan. Dus het werkt. Nee, ik sla niet op, op die campagne aan. Ik sla aan op het mensen dat mensen er niet doorheen kunnen prikken. En mij gaat het meer om van waarom is het, waarom wil iedereen elkaar altijd de maat nemen? Van ben je hiervoor? Nee, ben je er niet voor? Dan ben je een lul of dan, dan ben je brainwashed. Maar ik denk of dat je voor. moet het uitzoomen. Gaat, het, ja, nee, maar ik zoom juist uit. Ik, wat ik, wat ik, uh, kijk, wat. wat ze helpen er namelijk ook de hele fucking discussie niet mee. En dat vind ik het raar. Want die mensen die ik zie, uh, en heb ik het niet over de reclamebro die zie ik wel degelijk betrokken zijn daarbij. Of omdat ze het zelf zijn, of omdat zij in, in, in mm -hmm. de, de, dat voelen. Maar het ga, maakt, maakt niet uit. Dat kun je voor alle ideologie of alles waar je voor bent. Ik vind dat tof als mensen voor iets zijn. Zo van ik, ik geloof hierin en ik wil dat delen met de wereld. Ik wil, maar ga dan in discussie in plaats van altijd maar roepen dat het niet mag, want als iets niet mag, als je zo als je daar consequent in gaat zijn dan kan niks meer maar het doel is dus ook niet, je hebt helemaal gelijk, maar dus het doel van al deze ophef is ja. niet om uh, weet ik veel mensen op de barricades te krijgen het doel is gewoon om videogames te verkopen en dat lukt, kijk naar ja. Hogwarts Legacy, het lukt ja nee, goed, dan, 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 dan zou iedereen naïef zijn, maar dat, dat, dat ja maar iedereen is naïef man, Na, dat ja. is al zo oud als, als maar ben jij naïef? niet meer op dit onderwerp, nee, omdat niet ik ook op, een gegeven op gegeven andere het over andere onderwerpen bedoel, vast als je, ongetwijfeld, ja. er zijn ongetwijfeld dingen waar ik geen verstand van heb, ja. waarmee, weet je, ik, ik bedoel, ik heb laatst, uh, weet ik veel, een heel gesprek gehad met iemand die gespecialiseerd is in hoe energie, hoe de energiemarkt werkt. Ja. Ik wist daar niets van. Nee. Ik was gewoon zo naïef dat ik dacht van, hé, hey, als je wat wilt doen voor het klimaat, dan leg je zonnepanelen op je dak. Zo naïef was ik. Ja. Hij uh, legt me uit dat is totale onzin. Dat zegt en, hij. Nee, 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 nee. Maar hij onderbouwt het. Maar mensen willen alles gaan begrijpen. En ik denk gewoon dat... dat het, gaat, het gaat om gevoelens. En ik denk ook dat als mensen nou eens wat meer gaan zeggen van... Ik weet het niet en ik ga het ook niet uitzoeken. Want uh, dit zijn zulke complexe problemen. Dit ga je niet even uitzoeken. En ook eens een keer niet trappelen over... over uh, ik denk, als je kijkt naar... De uitspraken van, 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 van uh, Rowling. Ik, ik heb geprobeerd om, om dat allemaal weer terug te vatten. Het is fucking moeilijk, want alles is gekleurd. Weet je dan, dan moet je echt. Waar is de bron? Waar, waar is het moment dat ze het zei? Hoe heeft ze het gezegd? Mm -hmm. Weet je wel, dan spreekt daaruit een aantal. Dan zie ik iemand die gewoon bepaalde dingen nog apart voor haarzelf vindt. Van zij vindt van: Ik ben een vrouw. En dan zit ik op het vrouwentoilet. En dan komt daar een man binnen die zich nu vrouw voelt. Ik. Voel dat niet maar lekker. Is het, dat is het nooit geweest. Dit is een nee, maar, maar Ik zeg van. En, en dat zeg ik ook altijd. Van, het, ik bedoel, ik heb geen probleem met transgender. Maar als ik iemand zou kennen. Uit die ik altijd heb gekend. als man of als vrouw. en opeens komt die bij me langs. dan zou ik dat best lastig vinden. Gewoon om van hoe moet ik daarmee omgaan. Hey, man, uh, ik bedoel, dat bedoel, uh, ik gast, van, het is gewoon ik bedoel, onhandig. Uh, weet je. wel? Uh, als, uh, als je dat niet mag zeggen. of uh -huh. dat je bepaalde. de, de, de moeite mee hebt. Um, dan is er geen discussie meer. En dan wordt het probleem ook nooit opgelost. Ja, maar, maar dit soort dingen zijn ook ontzettend beladen geworden in de exact. afgelopen tien jaar. Omdat en dat mensen het niet meer. Het is nu meteen van. Oké, okay, maar je bent je transfoop. En dan is de discussie klaar. Maar, maar check dan: er is een, gewoon een kleine, ontzettend luide groep. Zeker? die deze onderwerpen nee. allemaal ontzettend belangrijk vindt. Maar dat vind. is het kutten van social media. Begrijp ik. Maar. Wat het ooit was, is gewoon een een of andere, weet ik veel, een nachtclub wat een genderneutraal uh, toilet installeerde nee, en een persbericht ik. eruit stuurde, ja. omdat het gewoon PR was. Het was niks meer dan dat. Nee. En dat is nu verworden tot een soort van schreeuwpartij en vooral in die industrie. Dat is ooit begonnen met die, hoe heet dat nou, die, jezus, hoe heet dat uh, Gamergate heet het. Daar is ja. het mee begonnen in de gamesindustrie. En de gamesindustrie is er gewoon ontzettend gevoelig voor. En dat is vreemd, want mm -hmm. ik bedoel, je zou helemaal niet zeggen nou, dat alles tegenwoordig, weet je, nu wel. tegenwoordig wel, Maar het begon echt bij Gamergate. Dat ja. is dat, dat is echt. En ik bedoel, dat is misschien al wel 10, 15 jaar geleden weet ik van. Maar daar ja. is het toen begonnen. En vandaar dat het in die gamesindustrie ook zo ontzettend zichtbaar is. Ja. Maar Neem niet weg dat het uiteindelijk gewoon PR en marketing is. Vind jij het niet opvallend dat voornamelijk PR en marketing mensen die wij die wij mm -hmm. persoonlijk kennen, erg uitgesproken zijn over dit soort onderwerpen? Um, on the record, ja, Off the record hoor ik andere verhalen dan weer. Maar, maar dat bedoel ik? Ja, nee, is ook zo. Is de, ik maar zo? Da, omdat het is gewoon onderdeel van ja. je baan. Weet je? Het is gewoon. Nou ja, een... maar, maar dat is toch met zoveel? Van de, de overgrote meerderheid um, gaat gewoon door met leven. En die kleine, die gijzelt op de hele boel. En Zorg ervoor dat bedrijven maar ik weet niet of ze het gijzelen. Kijk nou naar Hogwarts en ik nogmaals, ik, ik realiseer me. Nee, het, 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 het is het, het, maar het, het leidt tot, tot verkoop, exact. En het maakt niet uit of het leidt tot verkoop omdat je gewoon benieuwd bent vanwege alle ophef. Want ik weet mm -hmm. zeker dat dat het, het leeuwendeel is. En mensen doorgaans vinden er, vinden er niks van. Het kan ze niet zo van zijn. Nou ja, ja ik, ik denk wat wat er bereikt heb en is dat van de hele mainstream media. En ik heb de meest fucking bizarre artikelen uh, waarin eigenlijk alleen nog maar daarover ging. Dus die game heeft overal gestaan ja, Het is gewoon earned media. Dat snap ik. Het is gewoon een ontzettend succesvolle campagne geweest, gebaseerd ja. op dit soort activistische ik, instellingen. Ik weet niet of dat dan vanuit Warner Brothers al ingestoken is. Zullen we wedden? Hoe kunnen we erachter komen? Ja, Hoe dat weet we ik niet. Komen? Ja, dat gaat heel moeilijk worden. Ja. Want als dat soort... ja, maar dat, dat is het ja. lastig ook nog een keer, omdat het is allemaal zo verhuld tegenwoordig. Ja. Je weet niet waar die dingen begonnen. Precies wat jij zegt, van je zou willen weten wanneer J.K. Rowling dat gezegd heeft. Ja, ja, Kijk, laat, laat ik het zo zeggen. Ik heb, ik heb in, in het verre 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 verleden heb ik voor HomeSoft gewerkt en ik weet nog we kregen de game Carmageddon. Uh, ik, ik deed toen een beetje de PR daarbij. En uh, die game, er uh, ging ons zo'n geluid van. Wow, dit is ultra, ultra violent. Je kon mensen doodrijden. Je kon, oude vrouwtje was bonuspunten. En, en volgens mij zaten er ook gekleurde mensen in. Dat was ook weer bonuspunten. die tijd kon dat blijkbaar dus nog. <laughs> en je voelde al op je water aankomen... Dat gaat niet goed, weet je wel. En inderdaad, op een gegeven moment kwamen er vragen vanuit, uh, vanuit de media. En toen kwamen er wat politieke vragen. En weet ik nog wel dat mijn, uh, mijn baas, uh, die zei, ik zei toen van... ...hé, hey, ik word nu gebeld door die krant en die krant en die krant... ...of we commentaar hebben en ook door politici mm. over dit. En toen zei hij, nee, gewoon geen commentaar. Laat, ja. maar lekker. Laat maar lekker gaan, weet je. Dat is alleen maar goed voor de sales. Dus dat snap ik wel. Ik denk dat dat wel gebeurd is. Ik denk dat, 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 dat ze dat wel wat gezien hebben. Wat dacht je van, van Grand Do Theft Auto, man? Tuurlijk. En die, 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 die deleted sex scene. Weet je wat het effect ja. was van de deleted sex scene? En iedereen was zo, oh nee, oh. Nee. En Rockstar wilde, exact wat jij zegt, Rockstar geen commentaar. En daar ja, zijn nee. hele grote link trouwens ook. Maar en, en, en het treurig is, dus de mensen die misschien vanuit een oprecht, oprechtheid... Zoiets harder van ik vind het kut dat dat geld gaat naar iemand die mij niet zo wil beschouwen zoals ik dat zou willen. Die worden nu helemaal belachelijk gemaakt van nou, lekker met die boycott. Weet je, moest kijken, jongen. Er is nog nooit zoveel verkocht. Het wordt me overal gestreamd. En daar sta je dan, weet je wel, met je ja. activisme. En, en hetzelfde zie je met Zwarte Piet en al dat soort dingen. Maar bedoel, dat is dat, is dat ja. hele ding met Black Lives Matter, weet je. Ik bedoel, ik was echt, echt stupefied toen ik in Warzone heel groot. De, als je het opstart, heel groot Black Lives ja. Matter. Niet dat ik zoiets had van. oké. Okay, ik snap best wel dat er mensen bij uh, Activision werken die dat een belangrijke koos vinden. Mm -hmm. Maar ik vind het gewoon heel raar dat ik hier een soort van politieke agendapunt voorgeschoteld krijg. Mm -hmm. uh, uh in een videogame, in een gewoon commercieel product, ja. heel raar, want de, de basisregel is van je wil geen politiek in je commerciële activiteit mengen, want dan sluit nou, je het eenzijdig. Maar dan sluit je de helft van de mensen buiten Exact. En het grappige is dat het werkt. En waarom werkt het? Omdat zelfs de mensen die het haten, krijgen een soort van betrokkenheid ja, okay. bij de ja. cause en die cause is die videogame. En dat was het, het, het vreemde effect ja. ervan. En dat is ja, ik, 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 ik weet niet. Ik denk eerlijk gezegd, we gaan erop terugkijken en we gaan erop lachen. Jeez, wat ik ja, ja, iedereen is gehad op die Ik denk erom. dat het nu wel een beetje aan het, aan het terugfire is. Omdat steeds meer mensen die eigenlijk helemaal niet zo radicaal die Hierover denken, zoiets hebben van ik ben er nu gewoon klaar mee. Weet ja, en wel... die gaan vervolgens een game kopen uit activisme, uit het verzet. Ja, ja, ja en misschien dan is vervolgens... dat het laatste setje van, ja, ja, okay, maar het, pak het, het, dan het maar. is gewoon een hoe noem je dat? Zo'n zo zo pendulum, het gaat de ene kant op en dan de andere kant op. Nou ja, het, het was eerst natuurlijk gewoon extreem tegen het extreem en op dan zit die hele middenlaag tussen en die middenlaag is nu ook gewoon zoiets van ja, weet je wel, ga je nou serieus vertellen waarom ik Hogwarts niet mag zitten? Het is Harry Potter, weet je, elke ja. ouder heeft het met zijn kinderen gespeeld. En um, die kinderen willen dat spelen, die zien dat helemaal niet zo. Er waren verhalen over antisemitisme. Nou, toen kwam ik, toen kwam ik weer een paar gasten uh, die daarop reageerden. Van Joodse gasten, van hmm. nee, dit is niet antisemitisme, want dit en dit en zus en zus en zo. Uh, The Wire het gaf het een 1, uh, van, want het was blatantly <laughs> antisemitisch. Waarop één gast zegt van, dat is niet zo. Dan zegt hij van, ja, maar dit en dat zegt van, van uh, je, hebt geen, je hebt er geen verstand van. En waarop hij zegt van, ik ben Joods. Dus lijkt mij dat ik expert was. Toen was het ook discussie. Maar dat bedoel ik van. Ja, maar het is Alsof gewoon... er dus een agenda, zoals dat een soort van neonatiebeweging achter Warner Bros was, van oké, okay, we, we gaan er heel erg zo van... van, van maar wat natuurlijk is, is dat niet zo. Maar wat dacht ja. je van, ik weet ja. of je dat nu gezien hebt, Royal Daal, de schrijver. Ja, bot, nee, het is krankzinnig. Ze, ze willen dan bepaalde termen uit... Willen? Het is gebeurd. Of dat, zijn, dat is gebeurd? Het is gebeurd, Het ja. zou me niet verbazen als daar gewoon een uitgever achter zit en die gaat zometeen... Penguin? Die gaat zometeen alle werken van Royal Dahl opnieuw uitbrengen. Is in, ja, maar in originele vorm. Ah, want, dan, want nu heeft hij ja, zo. Ja, wat ja, zijn ja, ze dat aan het veranderen? Ja. Dit moet nooit, weet je, want dat ja. ze, ik bedoel, we zijn allemaal opgegroeid met die boeken. Die zijn ja. fucking fantastisch. En zometeen komen de originele werken en de originele ja. hop en het nee, verkoopt okay. beter dan ooit. Omdat iedereen boos aan het worden is nu over dat ze het woord dik en het woord lelijk en weet ik wat ze nou ja, ja, het ja, gehad. ja, het, 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 is, het joh, dat bedoel ik. Van. En dat is dat van op een gegeven moment. Ik vertrouw het Weet je, nee, nee, ik, ik snap, weet het ook niet zeker. Maar ik vertrouw het gewoon niet. En ik heb gewoon zoiets van, oké, okay, wat is het contraire idee als ik dit zie gebeuren? Wat zou er aan de hand kunnen zijn, wat dit verklaart? En ik heb het zoiets van: Dit zou er aan de hand kunnen zijn dat dit verklaart. Namelijk dat dit gewoon een sales techniek is die ontzettend goed werkt, omdat 9, wat zeg ik, 99% van de mensen het gewoon nog niet door heeft. Mm -hmm. Dat er gewoon bullshit wordt verkocht. Ja. En dat is deze wereld helaas. En het is <laughs> altijd zo geweest. Alleen de manier waarop marketing wordt bedreven is ja. gewoon veranderd. En laten we eerlijk zijn: Het was afgelopen. Weet je, die Tite shit en ontploffingen en weet ik van wat. Hoeveel gesprekken hebben wij niet met, met bijvoorbeeld hardwarepartijen gehad en hun dat het niet mogelijk was om, om die hardwareproducten uh, van een ander beeld te voorzien dan een raceauto, een ontploffing of een lekker wijf. Dat ja, waren ja. de drie opties die ze hadden. Ja, ja. Ze werden helemaal gek. En nu kunnen ze opeens een... Hé, hey, we hebben een genderneutraal toetsenbord ontwikkeld, weet ja. je. Nou, boom, hop, gaat met allerlei kleurtjes en zo, regenboogkleuren. Nou, als je die niet wilde, kan je ook die gewone kunnen kopen. Ja, dan heb je eentje zonder lichtjes, ja. hè, en, uh, weet je wel. Nee, nou, ja. En het, pff, uh, ja. Nou, ja goed, ik, ik denk... Ja, goed... Zeker. Um, ik denk wel het staat en valt altijd natuurlijk als, me, als mensen het als algemeen ermee klaar zijn, dan zal marketing er ook mee klaar zijn, want dan slaat het dus niet meer aan. En um, ik hoop gewoon dat ja, weet je wel, Jesus Christ jongens, la, laat elkaar in de waarde. En, en, en nogmaals, kijk, ik heb, ik heb geen enkel probleem maar ik, ik heb nu net Atomic Heart gespeeld. Dat is dan van een Russische, Russische developer die de game uitbrengt oh, op 21, 21 februari. Wat, ik, wat, wat Nou, dat is de, wel een, de verjaardag van de, 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 de invasie van Oekraïne. Of, is, de, de, Wat op 21 februari? Ja, Echt waar? Uh, Precies op die dag. En uh, ja, ook dat is, dat is wel morgen. bewezen. Uh, logisch. Als jij een Russisch bedrijf bent en je bent anti putin dan ben je dan ben je klaar, weet je? Dus ongetwijfeld dat ze daar niet al te veel over zeggen. Anyway, de vraag is dan weer, moet je dit wel of niet uh, uh, bespreken? En dan denk mm. ik ook weer van, kijk, als jij nou iets hebt van, ik ben volledig 100% pro oekraïne dat, dat is mijn geloof en mijn visie. Ik ga die game gewoon niet kopen. Prima doe het lekker, koop die game niet, koop die game niet, weet je wel? Maar ga niet andere mensen uh, 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 van ik koop hem wel. Oh, dan ben jij, dan ben jij, je bent, je bent, anti, al die honderden mensen die doodgaan, dat gaan, is jouw schuld. Ik denk van ja, maar nee, zo werken dat maar soort het wordt, dingen niet. Het wordt gewoon ben je voor het milieu en je gaat vliegen? Je bent niet voor het milieu, want je hebt één keer gevlogen. Maar omdat What mensen fuck fuck dat shit? doen, gebeurt het. Dus de, gisteren, ik ah. weet niet, iets heel anders, maar gisteren was er, was, uh, of gisteren, ik, van de week, uh, Sigrid Kaag, die werd er ergens in een van een of verkiezingscampagne bij ja. ja. een van een boerendorp. En, uh, met fakkels. Met fakkels, die hele toestand. Ja. Ik zweer het je, die shit is van begin tot het eind in scène gezet. Ach. Niet de activisten, die stonden daar wel, vast wel. Het is ja. een boerendorp, die haten uh, uh, ja. D66, weet je. Nou, zet je Sigrid Kaag daar neer. Oh, die geust hier, je zijn wat vakkels, houdt ja, vast. Ja, dat deze je. zegt van dat geleefd goede PR op. Dat en ze zitten hele fucking wijk bij al die talkshows en iedereen nou, valt ja, er af. Ja, iedereen zou, op zou social media, wat je zegt. Dus die, je ziet gewoon. Zo, het activisme je... verkoopt vandaag de nee, dag. Nou ja, oké, okay. en dan denk ik wel van het begin bij de mensen. Dus uh, uh, weet je, als je niet, als je helemaal niks met zieke hebt, kom gewoon lekker allemaal niet opdagen. Maar met vakkel vind ik ook weer een beetje. Raad. Maar het nee, is gecreëerd. Het is gewoon. Laten we met z'n allen, Er is niks te doen in zo'n dorp. Natuurlijk, als jij, als jij Mark Rutte of God weet wie ja, dan maar, het, dan komen de mensen op af. Hier zijn een ja. paar fakkels. Klik, 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 klik. Ha, we hebben ze. Ja, en let's dat, go. Klar. Dan moet je die fakkels niet in je klauwen nemen. Ja, ik begrijp het wel. Maar, 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 maar dat, dat dat mensen altijd, begrijpen het niet. Nee, ja. dat, dat snap ik. En daar wordt nu gebruik van gemaakt. En ja. dat, 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 dat is jammer dat, dat we zover zijn dat we elkaar overal de maat innemen. En, uh, en voor mij is het sales. Ik zie het als een sales. Uh, dit hele ja, ding is nee, sales. is ook zo. Maar ik, ik vind het wel verdomd lastig. Omdat het gewoon... Heel veel vreugde uh, 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 weghaalt van, van mensen die blij zijn met een spel. En uh, whatever. En, maar en maakt en het concept. werkelijk uit? Als jij Hogwarts lekker nee, ziet, nee, 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 maakt nee, nee, het nee. werkelijk uit? Nee, dat bedoel ik. Nee, dat, 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 dat denk het is ik niet. Het enige wat je hoeft te doen is je Twitter uit te zetten en klaar. Dat nee, ja, te... <laughs> dat, is <wa> <tom> dat is waar. Ja. Nou ja, ik moet hem wel laten aanstaan, anders kan ik deze onderwerpjes niet nemen. Ah, okay. Gaan we even mee uh, naar Activision uh, bl 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 Blizzard. Uh, ja, wat gebeurt er op dit moment? Uh, ja, Boris is natuurlijk gewoon een week in, uh, in, uh, in, in Oostenrijk geweest. Dus die is helemaal niet bijgekregen. Eigenlijk zitten we nu toch wel een beetje zo langzamerhand in de... Eindfase. Um, hier is een beetje een schematisch uh, van deze meneer uh, Florian Muller. En ga mij nou niet zeggen van uh, ja, maar deze is pro of anti Xbox. I don't care. Ik. Pak gewoon maar gewoon eens wat tweets. Het gaat mij om het plaatje. Uh, we hebben dus een zaak in uh, Amerika, FTC. We hebben een zaak in Engeland, de CME. Op 21 februari, hè? de verjaardag van de inval oh, in Oekraïne. Ook dat nog eens een keer. En Zo, wat we hebben al ook nog een keer in Nieuw-Zeeland gebeurd. Ja. En, en allemaal zie je nu, uh, er zijn hearings. Uh, er komt een decision deadline. Uh, Bladibla, decision deadline, decision deadline. De beslissingen gaan komen. En eigenlijk is op dit moment een beetje het gevoel... toch wel, uh, dat maakt zocht het er niet... Ongeschonden doorheen gaat krijgen, um, daarvoor is er te veel aarzeling bij eigenlijk alle, al deze partijen, de FTC, de CMA en um, de, de EU, dat ze water bij de wijn moeten gaan. Uh, uh, maar brengen. Hoeveel water gaan ze? Want ze hebben die nou hele ja, franchise al dat weggegeven. Is dus eigenlijk waar we, waar waar, waar we het nu uh, um, ja, dat dat gaat heel erg spannend zijn. Dit vond ik ook wel heel interessant. Misschien dat jij dit wat beter snapt uh, dan mij. Um, kijk, kijk. Grote bedrijven uh, die in dit soort fases zitten, die, uh, die, die, ja, die, 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 die gokken niet. Die zeggen niet zo van: Kijk, dat is wat Microsoft zegt gisteren ook weer de, de CEO of de CFO zegt van... Uh, nou, het gaat gewoon nog door voor het eind van het belastingjaar... dus dat het helemaal goed kan. Tuurlijk, dat moet hij zeggen. Maar ongetwijfeld dat ze er rekening mee houden... van wat gebeurt er als het niet doorgaat. Je moet gewoon een plan B hebben. En waar zie je dus in dat Activision bang is... Um, dat er misschien uh, partijen gaan komen... die denken, oké, okay, het gaat niet door. Dat gaat natuurlijk in de aandelen gaan dan naar beneden toe. Mm -hmm. En dan ben je misschien weer... Uh, ja loop je de kans uh, dat je een activistische uh, aandeelhouder uh, ja de revolutie gaat prediken of die zegt van je moet verkocht worden aan die partij wat je niet wil en dus heeft Activision op dit moment uh, dus een deal met Morgan Stanley wat echt een fucking huge ass bank is in Amerika en dat heet dan um, uh, activism defense dus die moet ervoor gaan zorgen dan dat zoiets niet gaat gebeuren of, uh... nee het is waar we het net over hadden okay. dit is gewoon een vorm van um... Support opbouwen. Mm -hmm. um, en het is interessant dat dat vanuit een bank komt. Hè. Dat is echt ja, ze ze ingehuurd. Volgens mij Ja. ja. Maar, maar dit, dit hele ding. Nee have hired. Misschien, want dit, dit gaat helemaal terug op wat we het net over hadden. Mm -hmm. um, de, de grote financiële crisis 2008. Toen ontstond er een beweging Occupy Wall Street. Mm -hmm. En de bankiers zijn zich zo de pleuris geschrokken van uh, die beweging. Mm -hmm. Omdat voor het eerst stonden, de bankiers stonden in de spotlight. En die kunnen echt het daglicht niet verdragen. Nee, die zijn niet, maar... schuldig aan alles. Uh, dus wat zijn die gasten gaan doen? Die zijn uh, juist die activism marketing gaan inzetten. Om uh, twee spalt te uh, verdelen. Eerst Tactiek. Mm -hmm. Dus die zijn Black Lives Matter op gaan richten. Uh, die zijn uh, allerlei soorten um, uh, sociaal correcte, uh, 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 hoe noem je dat? Uh, activistische organisaties gaan, gaan, mm -hmm. gaan steunen. In de hoop dat die harder gingen schreeuwen en harder gingen schreeuwen en dat er naar geluisterd werd. <laughs> en dat is gewoon ontzettend succesvol gebleken. Ja. Um, en ik denk dat um, uh, Activision hier uh, Morgan Stanley uh, heeft ingehuurd. Omdat. Exact dat, uh, die marketingtechniek toe te passen. om die merchant er, er doorheen te krijgen. Mm -hmm. En omdat inmiddels investeerders uh, die allemaal contrair denken, dat is namelijk, Ik bedoel, ik heb deze ideeën niet zelf. Ik heb zoiets van, je moet, als je gaat investeren, moet je contrair kunnen denken. Die uh, kijken naar. Die, die weten gewoon wat die banken hebben gedaan na 2008, hoe goed ze daarin zijn geworden. Um, en die hebben gewoon zoiets van, nou, de kans is groot dat Activision uh, uh, dit er doorheen krijgt. Ja. Op de rug van hun activistische uh, marketingcampagne die zo meteen los gaat barsten. Ja, nee, nou, daar... goed. Dit... En dat verklaart ja. dus waarom de uh, koers omhoog gaat. nee. Ding is van. Het, 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 we zitten nu in een fase, en dat, dat vind ik heel interessant. Dat, uh, en dan moet ik even goed nadenken. Volgens mij is het, het is in Amerika. In Amerika, waarin Microsoft volgens mij al echt uh, naar de rechtbank uh, gaat. Dus dat is dan een rechtbank van de FTC zelf. Het um, is geen rechtbank hoor, dat is echt een soort commissie, een soort verschillende ja, commissie. En uh, dan wil je gewoon een zaak kunnen voorbereiden. En de zaak is, en dat is natuurlijk wat PlayStation zegt, als Call of Duty niet. Op de PlayStation speelbaar is of um, op een andere manier of dat die gratis is via de Game Pass, dan gaan wij heel veel geld verliezen. We gaan zoveel geld verliezen dat het bestaan voor het bestaan van PlayStation uh, op het spel staat. Dat is even een beetje gechargeerd. Dat is een beetje de zaak van PlayStation. Dan zegt Microsoft dan: Oké, okay, dan wil ik um, om, om daar een ge gefundeerd. Oordeel over te hebben, wil ik papieren van jou zien? Ik wil zien, um, uh, en het gaat ook bijvoorbeeld over de cloud. Weet je wel, PlayStation heeft dan iets van, nou ja, maar als, als zij met de cloud dan hebben ze daar alleen recht, dan komen komen niet meer tussen, bla die bla die bla. Um, dan willen zij weten van hoe, hoe zit dat dan in elkaar binnen dat bedrijf. En het grappige is bijvoorbeeld hier alweer, en, en je gaat heel veel deurt krijgen, want PlayStation heeft nu voor de vijfde keer. Uh, de subpoenen die ze hebben om die documenten te leveren, heeft hij om verlenging gevraagd, al vijf keer. Mm -hmm. Dat betekent dat ze, het gaat ze 20 miljoen kosten, omdat allemaal boven wat, ik weet ook niet waarom dat zoveel geld kost, maar in ieder geval, ze, ze zijn het aan het traineren. Waarschijnlijk om ja, daar gaat natuurlijk veel naar buiten komen over hun manier van zaken doen. Dan moeten ze contracten gaan voorleggen. Ze willen ook weten hoe de bonuscultuur is geregeld. Ze willen weten uh, wie wat verdient. Uh, alles willen ze hebben. Maar ik, ik durf nog verder te gaan. Ja. Als zometeen um, Morgan Stanley losgaat ja. met een campagne, dan regent het zometeen. Uh, klachten, medewerkers die uh, seksueel geïmiteerd, <laughs> okay. geïmiteerd worden bij Playstation. Uh, machtsmisbruik, interne... Als het smerig wordt... Pluribus-bende ja, bij PlayStation. Ja. Uh, vervolgens uh, is er iemand van het genderneutrale toilet gevallen bij PlayStation <laughs> en, en ga zomaar door. Het, en dat is wat er zometeen gaat gebeuren. Maar ik denk dat ze het niet eens nodig hebben, want als je hier bijvoorbeeld ziet, um, dit is wel grappig. Van bijvoorbeeld een van die dingen is van de cloud, weet je wel? De cloud dat is kan de toekomst zijn. Hè? Dat je dus niet meer een console hoeft te hebben. Je kan gewoon, uppakee, uh, via de cloud kun je games gaan streamen. En het blijkt nu dus dat Sony dus een besluit... Heeft. Daarom willen ze al die papieren hebben. De besluitvorming van Dave Perry, die dus voor uh, met Gaika volgens mij, voor Sony werkte ze van, oké, okay, cloud gaming is working, we demonstrate it. Yeah. We're sort of waiting for things to get better and have more power in the cloud, faster internet speeds, all of the rest of it. And then VR comes out and VR took all the air in the room for a while. Ze zijn daarna volledig overgestapt op VR 2. PlayStation heeft gewoon een keuze gemaakt, oké, okay, we kunnen niet alles tegelijk doen. Uh, cloud, dat, dat gaat voorlopig toch niet gebeuren. Het is een besluit van een paar jaar geleden, we gaan PlayStation, we gaan op de VR zitten. En dus is het niet zo dat. Want dan kan Microsoft zeggen: Ja, dude, uh, je had het zelf voor ons. Je doet er niks mee. En wij doen er wel mee. Dus waarom is dat dan een probleem voor jou? Ja. Weet je wel? Van, dan moet je er zelf iets mee doen. Nou, dat soort shit zijn ze allemaal nu aan het opgraven. Uh, om eruit te komen. Uh, deze is ook wel interessant, vind ik. Uh, uh, Sony heeft gezegd: uh, er, is, er is gewoon een slecht aanbod gedaan vanuit Call of Duty. Microsoft zegt altijd: hey, uh, Call of Duty, prima. Uh, we, willen het ook, uh, uh, we willen het ook online. Uh, we willen het gewoon ook aan jullie geven. Exact dezelfde game. En dat zou dan voor drie jaar zijn. En dat was misdadig slecht aanbod, zei uh, Jim Ryan. Nou, blijkt dus uit die papieren dat het een vijfjarige deal was. En daarna een tienjarige deal. Wie liegt er hier dan? En liegen is gewoon als je liegt. En nogmaals, ik zeg niet dat dat zo is. Dit zijn allemaal nog filings. En dat moet hmm. nog allemaal naar buiten weet je wel, dit is gewoon allemaal modder en stront wat nu naar buiten komt, waar denk ik helemaal niemand veel vrolijker van gaat worden. Dan, dit, ja, dit vind ik altijd leuk. Ik kijk dit altijd met, met voetbal in de transferperiode. Dan gaan ze altijd kijken van welke privéjets van, op landen op vliegvent Eindhoven voor PSV. Want als een speler, die komt met een privéjet, dan weet je, oh, dat, dat gaat getranst worden. Nou, mm -hmm. dat, dat kun je dus blijkbaar volgen. En dan blijkt dus dat Sony uh, dus een paar dagen geleden helemaal vanuit Londen naar Redmond is gevlogen, of uh, naar Seattle, om met de top van Microsoft te praten over een deal. En ik denk uiteindelijk dat het daar naartoe gaat. Omdat maar natuurlijk gaat het daar naartoe. Ja, op. en dat uh, um, Sony weet ook als we dit tot het bittere, bittere, bittere eind gaan uitknokken. dan moeten we al die shit, al die formulieren moeten gaan inleveren. Ja, weet en, je. en weet je wat het is? Ja. Het is ook een ding waar twee vechten hebben, twee schuld. En Activision en Blizzard, je ziet mm -hmm. het aan die Morris Stanley-toestanden. Ja, dat zijn zwaargewichten. Dus je hebt hier gewoon twee, hoe 500-pound gorilla's uh, <laughs> in de kamer. En Sony staat daar tegenover. En is misschien zelf ook wel een 500-pound gorilla, maar niemand gaat er zonder kleren scheuren uitkomen. En ik denk dat ja. Sony op dit ogenblik dat ook niet kan gebruiken. Ja, weet je, als daar een gigantische backlash komt, inderdaad, omdat de genderneutrale neutrale toiletten niet goed waren, weet ik wel. Dan, dan dat is gewoon Sony wil dat ook niet. Nee. Nee, nee, ze, ik bedoel, ze willen gewoon. Uh, de, 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 de stront willen ze niet naar buiten hebben. Deze vind ik ook interessant. Dat laat ook maar weer zien: van hoe werkt dat nou? De CMA en Chili, de, 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 de mededingingsautoriteit van Chili, hebben allebei een onderzoekje gedaan. Uh, die hebben interviewtjes gehouden met, uh, met allerlei gamers, dwarsdoorsneden hopelijk. En gevraagd van uh, ja, hoe, hoe belangrijk, uh, is kot voor jou? Bij je besluit om een PlayStation te gaan, nou, ze hebben allebei het is allebei representatief. Um, if COD is not available in the future, PlayStation players that would not have played any video game, dus dan dat zou er dan echt om gaan dat dat je dan ook zegt: Fuck, die hele PlayStation, ik ga hem gewoon niet meer kopen. Weet je wel: 21% bij de CME, 18% bij Chili. Uh, if COD is not available in the future, PlayStation players that would. Play a different game, including old claim. Nou, 34% gaat dan iets anders uh, spelen en 61% bij uh, Chili. How essential is the availability of Call of Duty? Hoe is, essentieel is dat voor jou om een PlayStation aan te schaffen? 73% en 62%. Um, het grappige is: Nintendo is nummer 1 in, um, in Chili, uh, PlayStation 2 en Xbox. Nee, Xbox is daar nummer 2 en PlayStation nummer 3. En de CMA is nummer 3 in UK. Nintendo en Sony, uh, die, die zijn bijna één of twee. Het grappige is dus dat de CMA... uit deze cijfers concludeert... zie je wel, uh, Playstation gaat de bietenbrug op... Uh, als, dit, als die deal uh, doorgaat. En Chili zegt, nou ja dus 18 zegt dan dat hij geen PlayStation wil, dus dat betekent nog 72 doet dat wel. maar Oftewel, er is helemaal niks aan de hand. maar er is ook niks aan de hand. en ja. ik denk dat mensen wel zullen zeggen, van ja als mijn favoriete game niet op dit uh, systeem uitkomt, dan ga ik hem niet meer kopen. maar uh, zoals je Nintendo ook ziet, uh, mm -hmm. er is geen ik, Call of Duty op Nintendo en het is best verkochte platform, weet je. dus ja. het, het het maakt niets. alles is relatief. het en, is uh, relatief, maar ik denk wel, ik denk wel dat uh, PlayStation er wel, wel anders is dan Nintendo. ik denk serieus als een Call of Duty er niet is en dat aangevuld met uh, wat Microsoft nog allemaal meer doet met de Bethesda-titels en de, de, de Blizzard-titels en wie weet dat in EA of een Ubisoft ook wel steeds meer neigt naar van oké okay, mijn games toch vrij snel op Game Pass dat dat wel een ding gaat zijn die third maar course. natuurlijk wordt het third een ding helemaal dus, eens dus maar dat ja. is het Game Pass uh, ja. effect maar om heel eerlijk te zijn kijk naar Game Pass nu het is al drie vier maanden gewoon nagenoeg dood op Game ja, Pass nee, absoluut, absoluut dus ze hebben al die shit al die tientallen nodig. miljarden uitgegeven ze hebben al die shit gekocht en nog steeds is het gewoon, uh, ja, soort, soort wasteland van van B-titels die uitkomen. Ja. En soms zit er wel wat tussen hoor. Ik bedoel, ik wilde helemaal niet het helemaal afvikken nee. maar om nou te zeggen dat het het aanbod zo goed is, ik, en dan laten we naar die, naar die streamingmarkt kijken. Weet je, ik heb mm -hmm. net mijn HBO Plus of mijn HBO Max heb ik opgezegd, ik was er klaar mee oprotten met die shit. <laughs> en uh, nou, ik heb weer Netflix genomen, wat ja. Fauda Seizoen 4 is begonnen. Ja, ja, is hey, nou, ik, 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 ik wil dat gaan kijken, dus ik ik heb zoiets van... En dat bedoel ik van... Hé, je bent gewoon... De consumenten moeten kunnen shoppen tussen mm -hmm. de beste platformen. Ja. En ik ben best wel bereid om en een PlayStation 5 en een Xbox Series X thuis te hebben staan. En gewoon niet altijd Game Pass en niet altijd PlayStation Plus Pass. Of weet ik wat die crap daar heet. Maar gewoon te shoppen bij wat dan het beste is. En dat gaan mensen nou eenmaal gewoon doen. Ja, uh... Dan hebben we nog even de FTC, uh, dat is Amerika. Nou, daar hebben we het ook al vaak over gehad. Dat, dat, dat is natuurlijk ook een verlengstuk van in dit geval een wat meer de democratische politiek. Um, uh, heel activistisch, ook tegen de techwereld natuurlijk. En er is een uh, dame, uh, volgens mij is er een, uh, even kijken hoor. Uh, nee, Christine Wilson, uh, dat is ook een dame die is opgestapt uh, omdat zij, uh, nou eigenlijk vindt uh, FTC... Confidence rating down 40%. Abuse of power. Publishing own agenda. Implementing bad policy. Nou, het is wel een beetje een verhaal wat over haar gaat: dat ze te activistisch is, um, uh, uh, Ja, rabiaat, een doel. Uh, uh, nastreeft, terwijl ze eigenlijk niet heel erg luistert naar wat bijvoorbeeld de andere commissieleden uh, willen. Nou goed, dit is eigenlijk ook natuurlijk niet goed, dat, dat, dat zo'n zo organisatie dus zo'n belangrijke deal moet gaan uh, vinden. En dit is natuurlijk ook wat Microsoft weer gaat gebruiken. Die advocaten, die vreten dit ook van, oké, okay, dus jij gaat mij iets verkopen, maar je hebt intern, uh, ja. klopt er ook weer geen hol van. En dan was er nog wat ophef deze week over, um, ja, Microsoft uh, had dus nu uh, gezegd, uh, ja, dit, dit, dit is nu echt van. Een, een kop dekt vaak de lading niet. Hier. De kop was. Microsoft admits Game Pass cannibalize, uh, cannibalizes sales. En in deze gepolariseerde PlayStation-Xbox-wereld. Uh, was dit. Uh, uh, wat was het nou? Koren op de molen van de PlayStation. Zie je wel? Eindelijk. Eindelijk zien we dus als je games, dit is precies wat Sony zegt: als wij de games op dag 1 gaan, dan verkopen we helemaal niks meer. Dat nou, is niet exact wat er staat. Het is ten eerste na een jaar en er zijn genoeg het bedoel voor triple E zeggen ze ook wel degelijk. Op een gegeven moment uh, gaat dat wel tot een probleem leiden. Maar heel veel andere games die uh, kleiner zijn, daar leidt het wel degelijk tot uh, betere verkopen. Dus. Het, laat ik het zo zeggen. Er is een hele discussie. Uh, iemand, deze man heeft het ook echt helemaal uitgezocht. Weet je wel, dat vind ik dan wel leuk. Zo'n zo thread. Weet je wel, van, wanneer hebben ze het gezegd? Uh, het was in 2018. Dat, dat was nog... Weet je wel, toen, toen, toen waren, het was vijf jaar geleden dat hij dat gezegd heeft. Dingen zijn wel een beetje veranderd. Etcetera. Et maar zo'n kop... Ja, dat gaat dan leven. Natuurlijk zal het kanibaliseren. Ik, ik snap ook wel, als, als game, uh, Call of Duty op Game Pass staat... gaan een hele hoop mensen het niet meer kopen. Maar bij indie games zit het misschien wat anders. En er zijn ook mensen die juist iets ontdekken... en daardoor weer meer games kopen. Dus... Maar er zijn een miljoen verschillende modellen mogelijk. Inclusief ja. een soort van gratis demo een tijd weet ik wat. Er is van alles mogelijk met Game Pass ja. uh, met dat model uh, maar wij hebben al heel lang geleden uh, gezegd van ja natuurlijk gaat het cannibaliseren op die triple A game releases ah, absoluut en dat uh, daar is gewoon niks aan te doen nee. neemt niet weg dat uh, wat we nu ook bij Hogwarts zien als een goede game een goede game is dan gaat die gewoon verkopen absoluut. punt uit maar en en, en en wat mensen vergeten is bedoel dit gaat over de meeste triple games en tegenwoordig games die vaak meer een server model hebben dus bijvoorbeeld Doe Call of Duty, they don't care about sales. Weet je wel. Het gaat ja. om die microtransactions die Precies. ze erin verkopen. Weet je, dus daarom gaan ze juist op Game Pass. Want dan, dan is de, de, de mogelijkheid om dat ze die game gaan uitbrengen is vele malen groter. Dus ja. dat, kijk, ze, ze, ze cherrypicken. En dat, doet, dat doen allebei de kanten hoor. En dat, dat is ook het moeilijke van. Het is een complex probleem. En dat kun je niet in één kop vervangen. Goed, uh, laatste. Uh, dit, dit heb ik nu een paar keer gezien. We hebben de laatste tijd veel remakes, remasters, whatever. Ik vraag gewoon even, Boris, wat vind jij ervan? Dus de. Uh, de uh, Metroid is geremasterd. Of ge, ja, geremasterd. Schijnt heel erg goed te zijn. Koos is er uitermate over te spreken. Ja. Alleen. In de credits. De originele makers worden daar niet in genoemd. Ja, dat is raar, is dat? Hè? Ja, en ik, ik heb dat nu al een paar keer gezien. Dat dat dan. Of ze vergeten het, of is dat dan. Dat ze bang zijn dat ze allemaal wat geld willen. Of, ja, maar ik geloof het niet ja. in vergeten. Dat geloof ik nee. niet. Als je kijkt hoeveel namen er langskomen in dit soort credits vaak. Ik bedoel, ja. Er gaan honderden. Dus ik bedoel, lokale ja. PR-medewerkers worden, uh, ja. worden per land nog een keertje opgeven. Ja. Nee, dus ik geloof niet in vergeten. Er zit een idee achter, maar wat dat is, ja, geen idee. En nee. Misschien heeft het inderdaad wel met royalties te maken. Uh, dat zou heel goed kunnen, hoor. Ik want... vind het niet chic in ieder geval. Want nee. ja, het is natuurlijk van. Het is een beetje hetzelfde van een, een huis wat door een bekend architect is gebouwd. En vervolgens verf jij het en, en, en timmer je net even een latje anders. En zeg je van, ja, het, het is mijn huis. Ik bedoel, het is nog steeds door die man gemaakt. Dus het zou wel sieren. Ik heb ook niet het idee, maar misschien is dat zo. Zo'n man reageert natuurlijk ook al van ja. Ik zat met mijn kinderen te spelen en oh, papa heeft dat gemaakt en oh maar papa. Je staat niet in de credits, weet je dat? Ja. dat wie weet, zit daar wel geld achter? Maar ik vind dat toch uh, zonde dat dat op deze manier gebeurt. ja, het heeft zeker iets te maken. Misschien met die Ik weet ook dat 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 medewerkers krijgen ook bonussen gebaseerd op het verkopen. En als ja. deze een verkoop een keer meetelt, dan en, goed enzovoort. Ik weet het niet helemaal. Nee, goed. Um, nou ja, volgende week. Als er genoeg leuke onderwerpen zijn waar we bevlogen over kunnen discussiëren, doen we natuurlijk een nieuwe piepshow.